Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Navenant en de volgende participanten. Vandaag gaan wij samen met Rick, onze hobbykok, een gerecht maken op basis van broccoli dat hij uitgedacht heeft. De uitdaging zit hierin om met mijn professionele ervaring dit gerecht naar een hoger niveau te tillen. Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Vandaag sta ik zelf niet in de keuken, maar neemt hobbykok Rick Veugen het van mij over. Hallo Rick. Hallo. Jij mag vandaag met Kevin de keuken in. Mm-hmm. Waar komt die passie voor het koken vandaan? Ja, die is eigenlijk pas heel laat begonnen. Ik heb de koksopleiding gedaan en in dat tijd was het eigenlijk, je komt van de middelbare school af, je moest een beroep kiezen. Mm-hmm. Ik ben dus absoluut niet geschikt als een professionele kok. Maar later na, eigenlijk 2 jaar na de koksopleiding, toen begon dat pas te borrelen van, oh, koken was echt wel leuk. Hè? Mm-hmm. Ik ben sowieso iemand die heel erg met zijn zintuigen bezig is. 5 zintuigen zijn voor mij heel belangrijk. Film kijken, muziek luisteren, of film ruiken en goed eten. Wat zijn eigenlijk ook je hobby's dan? Ja. Wat je net benoemd. Ja, hobby's. Ja, dat is eigenlijk mijn, noem het maar de levensstijlen. Dat mm-hmm. zijn de dingen waar je jezelf mee voedt. Oké. Okay. En je hebt ook een gerecht uitgekozen dat je graag met Kevin wil gaan maken. Mm-hmm. Wat is het precies? Ja, ik heb eigenlijk geen gerecht uitgekozen. Ik heb een beetje de spelregels toch gebroken. Mm-hmm. Ik heb heel veel experimentjes met broccoli gedaan zelf. Ja. En ik heb dit keer een gerechtje eigenlijk in elkaar gezet. En de uitdaging eigenlijk die ik vandaag wil aangaan, of eigenlijk wat ik wil meemaken, is mm-hmm. dat ik met een halve vorm van een gerecht samen met een topkok daar een hele cirkel van kan maken. Een mooi rond gecomponeerd gerecht, wat ik zelf met mijn niveau gewoon niet aan kan. Oké, okay, nou klinkt goed. Ik zeg, hup, de keuken in. Mm-hmm. We hebben een gerechtje te maken met, op basis van broccoli. We hebben er eventjes samen over gebrainstormd. Mm-hmm. Hoe we dit tot het beste eind zouden kunnen brengen uiteindelijk. Je hebt mij een voorstel gedaan. We hebben er samen eventjes over nagedacht. We hebben dat eventjes gekoppeld. Dus we gaan nu eventjes kijken hoe wij dit, naar een goed geheel kunnen brengen eigenlijk. Dus, ja, alvast spannend denk ik, hè, dat we dit samen eventjes kunnen doen. Hè? Ja, ik kwam eigenlijk met een halve cirkel en als jij daar een ronde vorm van maakt, ja, wat allemaal bijkomt, dat niveau wat jij hebt, dat kan een hobbykok niet aan tippen. Dus het is gewoon hartstikke gaaf om eens een keer te kijken hoe een halve maan een volle maan wordt. Hè? Ik ga beginnen met gelee te maken. Gelee, hè, want dat was ook initieel was dat ook een beetje jouw idee om een gelee van broccoli te creëren mm-hmm. met eigenlijk de fijne korreltjes van de broccoli. Hier gaan we alvast aan beginnen. Ik heb kippenbouillon. Ja, dus gewoon een gevogelte bouillon gemaakt. Hier gaan we eigenlijk een half litertje van pakken. Mm-hmm. Die gaan we in een keteltje doen. Hoe vaak sta je eigenlijk zelf bij een gerecht stil? Hoe het zeg maar in de mond aanvoelt in plaats van smaakt of ruikt? Of? Soms makkelijk een week. In sommige gerechten heb ik al op punt na een dag. Sommige gerechten heb ik op punt na 2 uur. En sommige gerechten heb ik op punt na een week. Dat is gewoon, wij veranderen hier in ons restaurant elke maand van kaart. Mm-hmm. Er zijn toch wel heel wat kaarten op een jaar. En in dat opzicht kun je niet altijd direct schoddende rolls hebben. Je begint aan een gerecht en dat evolueert met de tijd. Soms ook niet, soms is het direct goed. Maar ja, kan soms eventjes duren inderdaad. Ja, absoluut. Zo. Ik kan alvast hier een dunne pakken, shallotje. Ja, eventjes bellen. Kan je wel, denk ik. Oh, dat wordt lekker huilen. Beetje drama in het programma, hè? Ja, moet ook. Dus hier gaan we gewoon met het mes. Zachtjes. De korreltjes afsnijden. Dus je ziet dat die komen er mooi vanaf, hè? Mm-hmm. Het idee eigenlijk van mijn recept is eigenlijk gewoon ontstaan omdat het me heel apart lijkt om die korreltjes in je mond te voelen. Ja. Dat je die, als je daar op eet, zeg maar, dat je die door je remont voelt gaan. Ja, nu ja, dat gaat zeker het geval zijn hoor. Er gaat wel een lichte garing aan te pas komen nu.
Maar het gaat zeker het geval zijn en visueel gaat dat ook wel heel mooi zijn uiteindelijk, om het mooi die korreltjes in die gelee te zien eigenlijk. En eigenlijk van de rest van de broccoli kan je weer al een lekker soepje maken of je kan het wat snijden en wat groentjes verwerken voorbij een lekker stukje vis. Dus, Ja, als kok zul je wel van al het eten ongeveer wel houden, maar er zijn ook dingen waar je echt niet van houdt, waar je ook liever niet mee werkt. Ja, dat is ook zo. Alhoewel, ik werk wel met alles graag, maar sommige dingen lenen zich niet altijd om te gebruiken, omdat daar ook heel veel tijd in steekt. En ja, dat moeten we natuurlijk ergens wel beperken. De tijd dat we met 10 koks in de keuken stonden, die is helaas niet meer. Oké, in sommige restaurants natuurlijk wel, maar wij als beginnende jonge koks, we moeten daar natuurlijk een mouw aan passen en dan moeten we beperken. Ik ben hier alvast ook de kastanje champignons. Die gaan we eventjes al snijden. Hoe kan ik deze het beste snippen? Want die heeft natuurlijk wel een aparte vorm voor een normale ui. Ja, in principe gewoon zo. En dan insnijden. En dan insnijden. Ja. En dan gaan we gewoon zo. Dus komt ook niet zo heel nauw. We gaan het niet rauw gebruiken. Dus in feite wordt het gegaard en het gaat toch altijd een beetje smelten, dus dat is geen probleem. De kippenbouillon die kookt. We gaan hier agar aan toevoegen. Agar, kennen de meesten wel. Dat is op basis van zeewier, algen. Nu op een halve liter kippenbouillon gaan we 6 gram agar toevoegen. Voilà, ik doe ook wel de broccoli roosjes hierin. Kijk, mooi hè? Toen ik in sterrenrestaurants werkte, was dat is geweest van 2006 tot 2010, waren er heel wat andere tendensen natuurlijk. Toen was eigenlijk net de tijd van moleculair koken. Hè? Met hersenbloementaal gedoe. Hersenbloementaal en El Bulli. Dus dat was toch wel een beetje experimenteler. Toen was er ook wel het principe van een hoofdingrediënt te hebben en dan daar rond iets mooi uit te werken. Maar toen was het veel eer dat je met heel veel kleine garnituurtjes en bestanddelen moest werken. Dus er waren gerechten die visueel enorm schoon waren. En de smaken waren heel uiteenlopend natuurlijk. Ik kan niet echt een gerecht opnoemen dat me dan ontzettend is bijgebleven, maar het zijn er verschillende gewoon. Ik heb altijd heel veel plezier gehad in het werken met goede producten. Was je eigenlijk al verliefd op het vak voordat je in het vak inging? Of kwam dat daarna pas? Nee, daarna pas. Ik ben opgegroeid in de horeca. Mijn ouders hebben al 25 jaar een restaurant. Dus ik ben er wel in groot geworden eigenlijk. Maar ik deed het niet zo heel graag koken. Tegendeel zelfs. Ik wou eerder... Beetje zo rebel tegen de ouders. Ja, voilà. En ik wou ook eigenlijk helemaal niet in de keuken staan. Ik wou eerder in de bediening staan. Echt waar? Ik was daar ook heel goed in. Maar toen kwam ik van school af en ik kreeg al onmiddellijk een job aangeboden als kok. En langzaamaan is die microbe wel gegroeid. Ik was eigenlijk een beetje een laatbloeier, om het zo te zeggen. Ik moet zeggen, toen ik echt zoiets had van nu ga ik er 100% voor gaan, toen was ik 4 of 25 pas. Toen was ik al 4 jaar aan het werken in keukens. Hè. Nu, bulgur, 100% tarwe. Hoe komt het eigenlijk in die vorm? Ja, dat wordt eigenlijk gedroogd. Hè. Dus tarwe, en dan drogen ze dit eigenlijk. Om het ook te bewaren. En dan gaan we dit gewoon koken. In wat zoutwater. Het lijkt zo'n bastardsuiker eigenlijk. Een blinde oma zou het zo zijn thee gooien. Ja. En dat gaan we dan koken gedurende 12 minuten. En een pannetje olie. Kook je eigenlijk als je thuis bent? Eigenlijk ook nog? Of is het echt zo net op de zaak koken en thuis wil ik er niks van weten? Weet je wat het verschil is? Ik ben nooit thuis. Ah ja, inderdaad. Nee, ik kook zeker wel thuis, maar heel weinig. En laten we zeggen, als ik thuis kook, dan zal het niet speciaal zijn. Ik ben Italiaans van afkomst, half. Ja, jouw achternaam is Bonanno, hè? Of spreek je dat uit? Bonanno. Oké, Bonanno. Dus ik eet heel veel pasta. Ik ben een echte pastavreter. Dus in dat opzicht, als ik thuis iets maak, zal het graag pasta zijn. Heerlijk. Heerlijk, hè? Dank u wel, Rick. Hier hebben we een klein beetje porto.
gaan we er aan toevoegen? Porto gaat, ook, gaat het ook weer zelfs samenhouden, doordat hij gaat inkoken. En in Porto zitten natuurlijke suikers. Dus dat gaat allemaal mooi geheel vormen. En ja, hopelijk heel lekker zijn natuurlijk. Klein beetje peper en zout. We gaan even kijken naar de gelei, als het daarmee gaat goedkomen. Ja, ziet je, die is al mooi op een stijve. Oh, dat is net zo'n... Ja, maar dat is nog niet helemaal koud. Het ziet er echt super mooi uit. Ja. Niet te hard duwen, gewoon het mes zijn werk laten doen. Die vallen vanzelf wel. Ik zal, je mag hier een klein bodempje in doen. Mm-hmm. Hier heb je een schraper om het makkelijk van de plank te halen. Dus ik heb hier bij je gerecht, want jij wou bij je gerecht ook iets met fruit combineren. Dat is perfect mogelijk. Ik heb hier gekozen voor cassis, hè, rode bes eigenlijk. Mm-hmm. Klein beetje suiker aan toegevoegd. Klein beetje water aan toegevoegd. Deze heb ik ook lichtjes gebonden met alweer al agar. Mm-hmm. Je ziet ook, dat is niet heel stijf, je kan het ook stijver maken. Ja, die is mooi lobbig, hè? Ja, inderdaad. Mm-hmm. Nu kan je er gewoon met je lepel een beetje weer al speels overheen gaan. Wat ik al ook in mijn restaurant gebruik, wat ik op voorhand gegaard heb, kalfswang. Ja, dat is een heel, dat is misschien een minder geliefd product bij sommigen, maar het is een heel dankbaar product. Ja, kalf betekent baby koe, hè? Dat is aan het einde. Inderdaad. Dit is ook effectief van de wangen. Deze kuisen wij dan op in zijn rauwe vorm. Mm-hmm. We bakken die mooi aan. We steken die in een vacuümzak. Ja, dat is sous vide. Mm-hmm. Met kruiden en met een beetje bouillon. En deze garen we eigenlijk 16 uur op 62 graden. 16 uur? 16 uur. Waarom? Mm-hmm. De kalfswang is iets wat... daar zit heel veel spierweefselen en heel veel pezen zitten daarin. Ja, en ook vrij vettig, dus heel taai. Mm-hmm. Dus als je die gewoon zo zou garen, ja, het zou je niet afgeslikt krijgen. Dus we garen die 16 uur lang om het echt heel zacht te houden op lage temperatuur. En ook de smaken goed erin te brengen. Mm-hmm. Dan koelen we het onmiddellijk af. Dit is eigenlijk het resultaat dan. Je ziet ook hier, dit is eigenlijk gewoon puur natuurlijke gelatine. Mm-hmm. Wat er rond zit. Kan je vertellen, hier zit... Heel veel smaken, maar het is natuurlijk een gelatine. Lekker zacht. Ja, goed. Ik ga dan eigenlijk gewoon blokjes snijden van onze kalfswang. Ik ga iets uitleggen. Dus ik heb de kalfswang nu in blokjes gesneden. Mm-hmm. Ik heb hier eigenlijk een lakage. Een lakage, dat is eigenlijk iets... Dit is op basis van soja, ketchup, wat sesamolie. En dat hebben we dan een beetje gereduceerd. Ga ik hier gewoon over doen. En ik ga dat allemaal mooi aan elke zijde inwentelen. Ik ga het nu gewoon lichtjes afbranden eigenlijk. Om de koude eruit te halen en ook om de lak eigenlijk mooi te doen plakken. Mm-hmm. Dat is nu wel een techniek die de laatste tijd heel veel gebruikt wordt in de keuken. Oké. Okay. Kun je dat nou een beetje zo beschrijven als mode, zeg maar? Dat de techniek nou wat meer toegepast wordt? Is dat een trend of mode? Of is dat... Ja, het is een trend. Voilà, het is een trend. Koken is tegenwoordig alleen maar trend. Dus iedereen probeert een beetje te zien wat er op dat moment in is. En dat doen we gewoon. Is dit genoeg trouwens? Dat is prima. Dank u. Hier heb ik dan ook wat mosterd aan toegevoegd. Wat heb je dan toegevoegd? Mosterd. Mm-hmm. Gewone mosterd of? Gewone mosterd. Graadjes mosterd gaat ook. Mm-hmm. Dus nu gewone mosterd. Ik heb de bulger eventjes afgespoeld om het garen tegen te gaan en ook om het af te koelen eigenlijk. Mm-hmm. Dan gaan we een lepel pakken. Dan gaan we gewoon hier aan toevoegen. Gaan we eventjes mengen. Ik ga hier ook een beetje zure room aan toevoegen. Lekker voor de smaak. Mm-hmm. Houd het ook goed samen. Omroeren. Omroeren, ja. Ik zal er al wat peper en zout bij doen. Zout ga ik niet doen. Nee, of niet. Perfect, hè. Moet je proeven. Zout. Een kleine extra touch. Pompoenpitten. Hier hebben we dus onze gelei. Mooi opgesteven, zoals je ziet. Mm-hmm. Centraal op het bord. Kalfswang.
Omdat je het ook zelf gemaakt hebt, gewoon met een klein koffielepeltje. Een hoopje. Mag die er boven of er langs? Doe die maar er langs. Maar altijd op de gelei, ja, voilà. Hier hebben we dan onze salpicot eigenlijk. Dus champignonnetjes, chalotjes, porto, een beetje mosterd. Dus ook weer die lichtere, zoete toets eigenlijk. Hier ga ik een kanelletje van draaien. Zo. Dan, wat hebben we nog in de aanbieding? Dus er komt alles bij elkaar, hè? Ja, inderdaad, ja. Hier kan je natuurlijk nog veel verder in gaan. Het is eigenlijk wel leuk van je bedacht, moet ik eerlijk zeggen. Dankjewel. Ja, echt waar. Hier kan je echt nog veel verder in gaan om het heel mooi te doen. Natuurlijk moet je wel je tijd hiervoor nemen. Maar het is een leuk gerechtje, denk ik. Zo. Wat mijn spelen toch beloond, hè? Ja, inderdaad, dit is het resultaat. Ja, dankjewel voor mijn volle maan. Ja, heel graag gedaan. Alsjeblieft. Dat is echt lekker. Heerlijk. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Navenant en de volgende participanten.